Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Welkom bij deze uitzending van Excelsior 31 TV. Excelsior 31 speelt vanavond in de tweede kwalificatieronde van het Toto KNVB bekertoernooi tegen Dongen. Laten we gaan kijken naar de samenvatting die u wordt aangeboden door Jan Lichtenberg, hypotheken en alle verzekeringen. Ik heb ook het idee dat ik het ook niet als ze lekker acteren, maar dat is echt als hier degraderen, dan stap ik er gewoon 4-5 op. Ik ben klaar, gewoon weer rond voetballen. Hij zit er net voor Fred Kottervaaien. Zal ik hem al meenemen voor de prognose? Ja, dat ik. Ja, jongen!
doorsteek. Ja. Deze samenvatting werd u aangeboden door Jan Lichtenberg, Hypotheken en alle Verzekeringen. Ja! Fantastisch moment. Een van de laatste minuten. Wat gaat er dan door je heen? Ja, natuurlijk. Extra mooi is dat je hem in de laatste minuut maakt. Volgens mij in de rust gaf jij en Geert al aan van... kun je niet nog één maken? Want de verlengde zijn wel heel laat thuis. En toen zei ik voor de grap, dan doe ik het in de laatste minuut. Dat is wel extra fijn. En
bij toeval gebeurde het vandaag ook. Hartstikke goed voor de club. Hè, want dadelijk wacht FC Utrecht nu. Ik denk dat het gewoon qua ambiance is toch een mooie toetje, zeg maar, wat je toegeschoven krijgt. Echt goed voor de club, mooi. Tot zover deze uitzending. Aanstaande vrijdag zijn we weer bij u terug met een heel nieuw weekjournaal. Tot dan! Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.